Ik kan me nog herinneren dat ik Henny vroeg of die wilde bassen in Doe Maar. Wij hadden tot dan toe weinig succes gehad. Ik vond het heel belangrijk dat wij Nederlandstalig bleven spelen. Want Henny zei van, ik vind het wel mooie muziek, maar die taal die bevalt me niet. Toen heeft hij toch toegezegd en in één week tijd drie prachtige nummers geschreven. Onder andere 32 jaar. Het mooie vind ik dan van Doe Maar, als ik terugkijk, als ik de beelden nu nog wel eens zie, word ik bijna overdonderd door de, dat het zo goed geolied loopt. Dat de muzikaal zit het fantastisch in elkaar. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat we succes hadden. Dat was gewoon iets unieks, denk ik. Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit, de rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd. Ik werd niet wat jij wou, maar papa luister nou. Ik doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht. We hebben niet voor niets gekozen om te stoppen. Maar ik hoop dat jullie samen met ons blij zijn dat dit de laatste keer is. Bij de platenmaatschappij die Doe Maar onder contract had, stond vandaag de telefoon urenlang rood gloeiend. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat Doe Maar niet meer bestaat. Ze vragen ons ook wel eens of wij nog wel eens bij elkaar gaan komen. En op die vraag kan ik natuurlijk niet ja of nee zeggen, want we zijn met z'n vieren. Maar ik, wat mij betreft, als de omstandigheden goed zijn, dus het doel is goed en de prijs is goed en onze zin is goed, dan gebeurt er nog wel eens. Maar tot nu toe, bij ons is natuurlijk veel voorgesteld in die richting. Was het nooit voor ons niet de reden om ooit bij elkaar te komen. Maar ik moet zeggen, door de relatie die we hebben, ook muzikaal gezien, lijkt het mij nog steeds erg interessant.